Paul Vlaanderen en het Milbourne-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 6 episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennink, regie Dick van Putten. Derde episode, een bericht voor Danny. Er zit iemand op u te wachten, meneer. In de zitkamer. Hij zit er al een half uur ongeveer. Hij wou absoluut wachten. Ik kon hem niet wegkrijgen. Wie is het, Charlie? Hij lijkt me een Amerikaan, meneer. Een zekere meneer Clayton. Kom eens hier, Paul. Je kunt hem van hier in de spiegel zien. Ja. Dat is niet de man die mevrouw Milbourne gesproken heeft. In ieder geval niet de man die meneer Guide ons beschreef. Die kerel die hem dat briefje voor ons gaf. Deze man maakt tenminste een behoorlijke indruk. Ja, kom, laten we naar binnen gaan. Meneer Clayton. Goedemiddag, meneer Vlaanderen. Dit is mijn vrouw. Aangenaam, mevrouw Vlaanderen. Meneer Clayton. Gaat u zitten. Dank u. Ik moet u mijn excuses maken dat ik zomaar kon binnenvallen, maar ik moet u even spreken. Ik kom, om zo te zeggen, daarvoor alleen al regelrecht van Genève hier naartoe. Alleen om mijn man te spreken? Ja, mevrouw. Ik ben de secretaris van Julia Carrington. Waarschijnlijk wel eens van gehoord. Ja, wie heeft dat niet? De kwestie is dat Miss Carrington mij vroeg mij met u in verbinding te stellen. Naar aanleiding van... Een ogenblik, meneer Clayton. Hoe bent u aan mijn adres gekomen? Van mevrouw Milbourne? Van mevrouw Milbourne? Huh? Wel, nee. Ja, maar u kent dat toch? Kennen. Dat wil zeggen, ze belde mij op in mijn hotel direct nadat ik was aangekomen. Belde zij u op? Ja. Verbaast u dat? Ja, verbaast me zeker. Vertel eens, hoe ging dat precies in zijn werk? Nou, ik had een kamer gereserveerd in het New Wilton Hotel in Park Lane. En ik wilde net gaan douchen toen de telefoon ging. Wat nou weer? Ja, hallo. Spreek ik met meneer Danny Clayton? Spreekt u mij, ja? Meneer Clayton, ik heb gehoord dat u de secretaris bent van Miss Carrington. Mevrouw, ik heb weinig tijd. Met wie spreek ik? Met Margaret Milbourne. Ik meen dat u mijn man ontmoet hebt een paar weken geleden in Genève. U bedoelt de uitgever die omgekomen is bij dat auto-ongeluk? Ja, meneer Clayton. Het is juist daarom dat ik even met u zou willen spreken. Oh, ja. Ja, ik... Bent maar een paar dagen hier, mevrouw. Mijn tijd is zeer beperkt, dus vertelt u eens. Waar wilt u mij precies over spreken? Dat kan ik u door de telefoon moeilijk zeggen. Ik weet dat u druk bezet bent deze dagen, maar het is voor mij toch wel heel erg belangrijk. Ja. Goed. Komt u dan over een uur hier beneden in de bar? Kan dat? Graag, meneer Clayton. Ik zal er zijn. Ik weet niet waarom ik zo gauw toegaf... Misschien wel omdat haar stem een beetje wanhopig klonk. En tenslotte had ik haar man dan toch even ontmoet. Niet? Ik had die arme kerel inderdaad in Genève gesproken. Hij had om een onderhoud met Julia gevraagd... omdat hij had gehoord dat ze van plan was om haar memoires te schrijven. En heeft Miss Carrington hem ontmoet? Wel, nee. Ik heb hem gesproken. Julia wenst nooit enig contact met uitgevers of journalisten. Nee. Het is een van mijn taken om die af te poeieren. Yes, ja. Is het waar dat Miss Carrington van plan is haar memoires te schrijven? Nee, geen sprake van, mevrouw. Ik heb dat trouwens aan Carl Milbourne gezegd, maar hij geloofde me niet. Trouwens, dat onderhoud was nou niet bepaald plezierig, nee. Ik vond dat in dat tijd des te beroerder toen ik de volgende dag in de krant over dat ongeluk las. Mm-hmm. En wat is er nu in uw hotel besproken met mevrouw Milbourne? Want ze is daar toen toch verschenen, hè? Ja, inderdaad. Zoals ik had afgesproken in de bar. Mevrouw Milbourne? Ja? Danny Clayton is mijn naam. Gaat u zitten. Dank u. Waar wou u met mij over praten, mevrouw? Over mijn man. Ach, ja. Ja, verschrikkelijk, dat ongeluk. Mijn man is niet dood, meneer Clayton. Wat zegt u? Hij is niet... Nee, meneer Clayton. Ja, maar ik heb dat verslag over dat onderzoek toch gelezen?
Hij was toch geïdentificeerd? Ja, dat wel. Maar het was niet mijn man. Was niet uw... Nee. Zo. Ja, als u het zegt, mevrouw. Ja, wat kan ik voor u doen? Ik heb zo'n idee dat u me zou kunnen helpen. Miss Carrington had even tevoren nog mijn man gesproken. Nee, pardon, dat is niet zo, mevrouw. Ik heb met hem gesproken. Miss Carrington gaf mij opdracht uw man te zeggen dat zij er niet aan dacht om haar memoires te schrijven. En dat is alles wat er is gebeurd. Ik heb die boodschap aan uw man overgebracht. Daarna is hij vertrokken. Bent u er zeker van dat Miss Carrington hem niet persoonlijk gesproken heeft? Ja, absoluut zeker. Ze ziet bijna niemand tegenwoordig. Ze zou er zeker niet aan denken zich in te laten met welke uitgever of journalist dan ook. Maar, mevrouw, vertelt u mij eens... Hoe komt u op de gedachte dat uw man niet zou zijn omgekomen bij dat ongeluk? Ik heb een boodschap van hem ontvangen. Een boodschap? Wanneer? Een paar dagen geleden. Op welke manier? Heeft hij u opgebeld? Nee. Ik kreeg een briefje van hem. Ik vond het in de rand van een hoed die hij me had laten sturen. In een hoed? Ja. Heeft hij u een brief gestuurd in een hoed? Ja, maar waarom zou ik dat eens helemaal snel gedaan hebben? Dat weet ik niet. Meneer Clayton, mag ik iets drinken? Ja. Ik voel me niet zo goed opeens. Oh, ja, man. Ja, natuurlijk. Ober. Meneer. Ach, ober, brengt u mevrouw een cognac? Nee, dank u. Ik zal niets. Nee. Nadat ze haar cognac op had, heb ik nog een minuut of 10 met haar gepraat. Maar ik werd niet veel wijzer van haar. Ik kreeg eigenlijk de indruk dat ze een beetje malender was. Ja. Meneer Vlaanderen, hebt u er enig idee van wat ze bedoelde met dat briefje in die hoed? Ja, ik geloof wel dat ik dat weet, ja. Ze is erg overstuur sinds ze uit Zwitserland terug is. Haar broer maakt zich nogal zorgen over haar. Dat begrijp ik, ja. Meneer Clayton, mevrouw Milbourne heeft me een totaal andere versie gegeven over haar onderhoud met u. Huh? Zij beweert dat u haar verteld heeft dat haar man nog leeft. Wat zegt u nou? Ja, ze zei ons dat u haar een paar foto's van haar man hebt laten zien en dat u bereid was haar die foto's plus nog een bepaalde belangrijke mededeling af te staan voor een bedrag van 5000 pond. Nee, maar die vrouw is werkelijk gek. Ze zei dat u haar gezegd had dat geld te brengen naar het Three Star Hotel in Bryan Thames. Dat is ongelooflijk. En bent u vanmorgen in Maidenhead geweest? Nee, geen sprake van. Ik ben tot 11 uur in mijn hotel gebleven. U kunt dat makkelijk nagaan. Dan veronderstel ik ook dat u nooit gehoord zou hebben van een zekere Peter Fletcher. Of van een woonboot die Peter's Folly heet. Wel, nee. Dit is de tweede keer dat ik in Londen kom. En ik ken hier maar heel weinig mensen. Ik zou hier trouwens helemaal niet zijn als ik niet hierheen was gekomen om u. Kijk, Miss Carrington wordt de laatste tijd lastiggevallen met brieven. Smerige episteltjes, bedreigingen. Met chantage en zo. En daar wou ze met u over praten, meneer Vlaanderen. Wat staat daar in die brieven? Ja, ik heb ze niet gelezen, maar denk dat ze hoogst onaangenaam zijn. Want Julia raakte heel erg van streek. Is ze mee naar de politie gegaan? Dat is wel het laatste wat ze doen zou. Politie betekent kranten, meneer Vlaanderen. Dat hoef ik u niet te zeggen. Natuurlijk. Wanneer gaat u terug naar Genève? Overmorgen. Ik ben zo voorbarig geweest ook vliegpassage te bespreken voor u en voor uw vrouw. Huh? Dat is alles in kannen en kruiken. Niet waar? Dus alles wat u te doen hebt is ja. Dus akkoord, we gaan met u mee. Fijn, prachtig. Al was het met het eerstvolgende vliegtuig. Ik wil namelijk graag eens een praatje maken met Miss Carrington. Ik heb de laatste tijd juist zoveel over het gehoord. Oh ja, van wie? Van een vriend van me, een filmregisseur, Vince Langham. Oh, ja, Langham. Ik meen door hem begrepen te hebben dat u hem eens de deur uitgegooid hebt. Nee? Oh, ja. Zo bar zou ik het niet willen noemen. Kijk, sorry, hij wou Julia spreken over een film. Hij had een boek, schijnbaar, hè, waar hij totaal crazy van was. Maar ja, er komen zo vaak van dat soort berichten bij ons binnen. Heeft u of Miss Carrington dat boek gelezen? Het heet Te jong om te sterven. Het is geschreven door een Richard Randolph. Wel, nee. Maar ik zei u geloof ik al dat er zoveel van die aanbiedingen binnenkomen. Zij gaat er nooit op in en dan mag ik de boel met een beleefd bedankje afwijzen.
Ja, dan hoop ik maar dat ik niet te onbeschoft ben geweest tegen uw vriend. Oh, Wens heeft een nogal vrij dikke huid. Ach, ja, dat moet wel, anders zou je niet in de Vinnenbrand zitten, ja? Ik moet nu weg. Morgenochtend bel ik u op om precies af te spreken hoe laat dat vliegtuig vertrekt en zo. Graag, ik laat u even uit. Ja. Mevrouw Vlaanderen, tot ziens zullen we dan maar zeggen. Dag, meneer Clayton. Goed dat je gekomen bent, Morris. Wil je iets drinken? Nee, dank je. Ik drink de laatste tijd heel weinig. Toen ik de bel hoorde, dacht ik eigenlijk dat het meneer Vlaanderen was. Hij belde me vanmorgen op om een afspraak voor nu met me te maken. Waarover? Weet je dat ook? Ik denk dat... Ja, wat is er, mevrouw Rood? Daar is meneer Vlaanderen, mevrouw. Oh, laat meneer binnen. Gaat u hier maar naar binnen, meneer. Dank u. Goedemorgen, mevrouw Melbourne. Vlaanderen. Oh, morgen, meneer Lonsdale. Dag, Vlaanderen. Hoe gaat het? Best, dank je. En nog bedankt voor het lenen van de wagen. Graag gedaan. Gaat u zitten, meneer Vlaanderen. Dank u. Hebt u Danny Clayton gesproken? Inderdaad, ja. Maar niet in Bray. Hij zat op me te wachten toen ik thuis kwam. Hey, maar hij zei mij toch dat hij naar Bray zou gaan? Dat heeft hij me letterlijk gezegd. Ja, voor we verder gaan, mevrouw Melbourne, moet ik u zeggen dat Claytons verhaal van zijn onderhoud met u lijnrecht in tegenspraak is met dat van u. Wat? Dat begrijp ik niet. Een ogenblik, Margaret. Mijn zuster heeft mij het een en ander verteld over haar ontmoeting met die meneer Clayton Vlaanderen. Ze vertelde me van die foto's en zijn voorstel van 5000 pond. Ik veronderstel dat hij die hele geschiedenis nu heet te liegen, wat? Ja, Clayton beweert dat hij uw zuster heeft ontmoet op haar verzoek. Hij zegt dat hij geen enkel financieel voorstel heeft gedaan en niets af weet van foto's. Ja, maar dat is niet waar. Kijk, meneer Vlaanderen. Ik weet dat mijn zuster van streek is. Misschien een beetje uit haar evenwicht van tijd tot tijd. Maar zij zou een dergelijke geschiedenis toch zeker niet uit haar duim zuigen. Och, mensen doen vaak vreemde dingen als ze in bepaalde emotionele spanningen verkeren. Als er iets is in uw verhaal, mevrouw Milborn, dat u wilt herstellen of terugnemen, dan kan ik dat volkomen begrijpen en aanvaarden. Ik wens er geen enkel woord van terug te nemen. Goed, ik neem dan wel weer contact met u op zodra we uit Zwitserland terug zijn. Dus u bent tenslotte toch bereid mij te helpen, meneer Vlaanderen? Ja. Mijn vrouw en ik vertrekken morgenochtend naar Geneve. We reizen samen met de heer Clayton. Clayton? Ja. Hij kwam hier alleen naar Londen in verband met een zaak die Julia Carrington aangaat. Zij verkeert blijkbaar in moeilijkheden en wil mij graag daarover spreken. Ja, maar die hoed werd me uit Sint Moritz toegestuurd, meneer Vlaanderen. Oh, misschien gaan we later nog wel naar Sint Moritz, mevrouw. Maar u kunt er zeker van zijn, mocht er zich iets nieuws voordoen, dat ik dan direct contact met u zal opnemen. Ja, wat ik vragen wou. Hebt u misschien een recente foto van uw man voor mij? Ja, zeker. Hebt u Julia Carrington ooit ontmoet, meneer Vlaanderen? Nee, nooit. Ja, ze schijnt nogal lastig te bereiken te zijn. Een vriend van me, een filmregisseur, heeft het kort geleden nog geprobeerd, maar... Nee, dat is hem niet gelukt. Hij wilde haar toen interesseren voor een bepaald boek. Het heet Te jong om te sterven. Ja, die titel komt me wel bekend voor. Ja, uw man zal het er wel eens over gehad hebben, denk ik. Zijn uitgeverij gaat het uitbrengen. Ja, ja, nou weet ik het al. Te jong om te sterven door... Hoe is ook alweer de naam van de schrijver? Richard Randolph. Ja, 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 natuurlijk. Maar Randolph... Maar dat was de naam die op het briefje stond dat Karel me toestuurde. Ja. Is dat een toevallige samenloop van omstandigheden, Vlaanderen? Dat is één van de dingen waar ik moet proberen achter te komen. Vertel eens, mevrouw Milborn. Hm? Ziet u kans mij een kopie van dat boek te bezorgen? Oh, natuurlijk. Ik zal Norman Wallace even een seintje geven. Norman Wallace? Is dat de man die gewerkt heeft voor dat persbureau, de IP? Hm? Dezelfde. Ach, maar die ken ik al jaren. Ik rij vanmiddag wel even bij hem aan. Als u mij nu nog even die foto zou willen geven, mevrouw. Nee, maar Vlaanderen, is me dat een verrassing. Kom binnen, beste kerel. Zo, Norman. Hoe is het met jou? Zo, het is lang geleden. Ja, dat is het zeker. Breng ons een kopje koffie, Edith. Ja, meneer. En, wat kan ik voor jou doen?
Ik hoop dat dit bezoek betekent dat je eindelijk besloten bent je werk bij een echte uitgever onder te brengen. Wat? Ja, dan gaan we overop, Norman. Je weet dat ik na al die jaren niet kan breken met Drury & Co. Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Ik had alleen gehoopt dat het Carl nog eens zou lukken om je voor ons te strikken. Ja, dat was een hele klap, zegt dat ongeluk van Middelbouw. Ja, dat kost ons jaren om dat te boven te komen. Ja. Carl en ik waren juist doende een soort groep te vormen. Stel jonge, veelbelovende schrijvers. Oh, je bedoelt van het soort als Richard Randolph? Ja, Randolph en nog een stuk of wat andere. Ja. Ik heb iets gelezen over die Randolph in boeken van deze tijd. Ik meen dat daarin vermeld stond dat zijn eerste roman op het punt stond te verschijnen en dat jullie daar veel vertrouwen in hadden. Ja, klopt precies. Te jong om te sterven was een ontdekking van Carl. Hij zag er bijzonder veel in. Heb je er misschien een recensie-exemplaar van? Ik zou het graag willen lezen. Ja, natuurlijk kan dat. Eens even kijken. Yeah. Ja, hier heb ik het. Te jong om te sterven door Richard Randolph. Alsjeblieft. Merci. Ik ben benieuwd te horen wat jij ervan denkt. En als je neiging mocht voelen er iets over te schrijven, een krant of zo. Ja, ja ik... Ja, ja. Je maar. Jij verandert ook nooit, hè? Wat ik vraag wou, hoeveel mensen hebben een voorkopie gekregen? Weet je dat ook? Niet zoveel als gewoonlijk. We zijn een beetje zuinig met dit stellig bijzondere boek. Maar ik heb hier een lijst, als je er belang in stelt. Ja, daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Ja, hier is die. Behalve de recensie-exemplaren voor de kritiek en de maanbladen staan er 2 of 3 personen op die er zakelijk niet mee te maken hebben. En heb je geen exemplaar gestuurd aan een zekere Pieter Fletcher? Pieter Fletcher? Uh-huh. Nee. Maar die naam zegt me toch iets. Ja, dat zal wel. Hij werd vermoord in zijn woonboot bij Medenheim. Natuurlijk, ja, ja. Heb jij die zaak in onderzoek? Nou, dat niet, maar het kan in verband staan met een andere zaak waar ik me op het ogenblik voor interesseer. Vertel eens, Norman. Is het waar dat Vince Langham probeert de rechten te krijgen van te jong te sterven? De filmrechten bedoel ik? Ja, dat is inderdaad zo. Dat brengt me op het idee dat hij niet voorkomt op de lijst die ik je daar gaf. Hij belde me op en vroeg me naar een exemplaar. Dat heb ik hem toen in zijn flat laten brengen. Ik vergat hem op de lijst te zetten. Wanneer heb je hem dat gestuurd? Gisteren, geloof ik. Ja. Heeft hij je misschien verteld hoe hij op het bestaan van dat boek gekomen is? Nee. Ach, maar je weet, Langham is een van de topregisseurs hier in het land. En als er iets nieuws op komst is, is hij er direct als de kippen bij. Ja, nou, dat weet ik, ja. Ah, daar hebben we de koffie. Goed warm, Edith? Ja, meneer Wallace. Mooi. Zo'n kopje koffie is altijd een prettige afwisseling 's morgens, hè? Hé, hey, Paul. Paul. Ah, hallo, Vince. Ik had er geen idee van dat jij deze poel van zonde zou frequenteren. Ga zitten. Wat zal het zijn? Nou, een droge sherry graag. 2 droge sherry, Fred. 2 droge sherry, meneer. Zeg, laat dat daar in het hoekje gaan zitten. Ja. En, klaar met je film? Klaar met de binnenopname, als je dat bedoelt. En wat gaat er nou gebeuren? Vliegen naar Jamaica met een of andere platina blonde schone? School. Proost. Naar Jamaica, met mijn belastingmoeilijkheden. Je maakt grapjes, zeker. Het hoogste wat ik me kan permitteren is Genève. En dat is zuiver zakelijk. Zo, wat ga je doen in Genève? Ik ga eens proberen die Julia Carrington te strikken voor die film waar ik je over sprak. Te jong om te sterven? Ja. Ik heb dat boek eens gelezen en... Het getypte manuscript? Nee, het boek zelf. Ik heb een exemplaar gekregen van de uitgevers voordat het in de handel komt. Ik zeg je, het is opgelegd pandoer voor Julia. Ze kan er zo voor op. Maar ik dacht toch dat ze het geweigerd had? Jawel, zo'n beetje wel, maar ik heb haar nooit persoonlijk kunnen spreken. Alleen die kleine gluiper die zichzelf privésecretaris noemt. Zeg, vertel het, Vince. Heb je de schrijver van dat boek ooit ontmoet? Richard Randolph? Ja? Nee, ik heb er wel moeite voor gedaan. Ik had hem namelijk willen vragen om er zelf een draaiboek van te maken. Maar ik heb die snuiter niet kunnen ontdekken. Ken jij hem misschien? Nee, dat niet, maar ik interesseer me wel voor hem. Waarom dat zo? Om verschillende redenen. Op het ogenblik vooral omdat er een exemplaar van zijn boek gevonden is in de woonboot van die Pieter Fletcher. De kunstschilder? Ja, precies. De man die vermoord werd. De man die ook wel voor jou gewerkt heeft, Vince. Hoe weet je dat? Nou, ik heb zijn naam opgezocht in dat boekje Wie wat waar. Je kent dat wel. Uh-huh.
Daar stond onder andere in dat hij verschillende decors voor jou had gemaakt. Ja, dat is waar. Een voortreffelijk tekenaar. Nou, opeens stopte hij met werken voor films en ging hij zich concentreren op zuivere kunst, zoals hij het zelf noemde. Ja, ja. Maar mocht je hem wel? Nee, eerlijk gezegd nee. Ik vond hem inderdaad, zoals ik al zei, een voortreffelijk kunstenaar. Het was een verwaande kwast. Hij wist alles beter. Ik heb zelfs een slaande ruzie met hem gehad. Ja, dat weet ik, ja. Oh, maar dat stond toch niet in de wie wat waar, hè? Nee. Wie heeft het je dan verteld? Een van mijn vrienden zeker. Net zo je zegt. Je zei dat Fletcher een exemplaar van dat boek had gehad. Was dat op die woonboot? Ja. Maar dat boek is nog niet eens verschenen. Hoe is je daar dan aan gekomen? Dat weet ik niet, Vince. Ik weet het niet. Ah, Ina. Ik begon een beetje ongerust te worden, kindje. Waar heb je al die tijd gezeten? Nou zeg, dat is ook wat moois. En jij noemt jezelf de perfecte detective. Oh, perfect. Ah, maar neem me niet kwalijk hoor, je haar zit prachtig. Oh, ik geef toe, het duurt altijd de eeuwen. Wat heb jij in die tijd gedaan? Ik heb dit zitten lezen. Te jong om te sterven. En wat denk je ervan? Nou, ik begrijp nu wel wat Vince ermee bedoelt als hij zegt dat het opgelegd pandoer is voor Julia Carrington zich. Ze kan niet missen met zo'n rol. Nou, jij het toch over Julia Carrington hebt. Hm? Ik betwijfel sterk of wij morgen wel naar Genève kunnen vliegen. Er hangt een ontzettende mist. Ik heb er 3 kwartier over gedaan om van Hyde Park Corner hier naartoe te komen. En de weerberichten zijn niet al te best, hoor ik. Ook voor morgen wordt er zware mist voorspeld. Mijn hemel. Dat wordt dan duimen draaien morgen, hoor. Nog iets van meneer Clayton gehoord? Nee, geen woord. Oh, wacht even. Ja, nee, laat maar, kindje. Ik neem wel even. Hallo? Paul? Ja? Met Vince. Vince Langham. Ja, Vince. Zit je aan tafel? Nee, geen sprake van. Moet je luisteren. Ik ben nu thuis en er is me toch iets krankzinnigs gebeurd. Zo, wat dan? Ik zei je toch dat ik een exemplaar van dat boek had? Ja? Nou, er is iets geks mee gebeurd. Het lag in de bovenste la van mijn bureau. En nou is het weg. Nee. Bedoel je dat iemand anders het weggenomen zou hebben? Ja, het ligt er niet meer. Het is verdwenen. En ben je er zeker van dat het erin gelegen heeft? Heel zeker. Ik herinner me heel goed dat ik het zorgvuldig weggeborgen heb. Het is verrekt vervelend dat ik wou het meenemen naar Zwitserland. Ja. Nou, bel Norman Wallace even op. Die geeft je wel een ander exemplaar. Ja. Ja, dat kan ik wel doen, ja. Ik sla onder zijn figuur als modder. Nou, in ieder geval bedankt voor de tip. Salut. Dag, Vince. Zo. Wat is dat allemaal? Vince Langham had een exemplaar van dat boek, dat de jongen te sterven. En iemand heeft het gestolen, dat beweert hij tenminste. Was dat alles waar hij voor opbelde? Ja, dat is alles, ja. Wat is er, Paul? Ik denk na over dat boek. Ik vraag me af of dat het exemplaar was dat op die woonboot gevonden is. Mevrouw Vlaanderen. Meneer Clayton. Nou, wat zegt u van dat weer? Bar en boos. Ja. Ik haat mist. Hebt u op het vliegveld geïnformeerd? Ja, maar het ziet er niet al te best uit. Ze veronderstellen dat het wel dagen kan duren. Oui. Nou ja. Waar is uw man? Hij belt even op, hij kan zo hier zijn. Dat is dan weer het nadeel van vliegen. Hè? Even een bericht over mist en alles ligt stil. Ja, mijn man vond het toch beter hierheen te komen, omdat we hier hadden afgesproken. Ja, dat is ook het verstandigste. Als hij komt, gaan we hier maar wat eten en de zaken nog nader bekijken. Ja. Maar ik zou toch morgen graag weer in Genève terug willen zijn, want dat heb ik namelijk met Julia afgesproken. In ieder geval kunnen we aan dit weer niets veranderen, vrees nee, ik. Dat denk ik ook niet, nee. Hallo, ook Clayton. Ah, ja, vlammer. Nou, wat zeg je van onze Londense mist? Je kunt het van mij cadeau krijgen. Ja, ja. Nou, ik heb het zojuist met een goede vriend van me op een akkoordje kunnen gooien. Ja. Ik heb 3 plaatsen kunnen bespreken op de trein van 2:30 van Victoria Station. Ach. Ja, we kunnen morgenochtend om 8:30 in Genève zijn. De trein. Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Dat is fantastisch. Ja, die vriend van me brengt de ticket straks zelfs even langs. Ik heb hem gezegd dat we in de eetzaal te vinden zouden zijn. Zeg, wat denk je van een drankje, Ina, voor de lunch? Oh, graag. Die mist maakt me zo melancholiek. Mij ook, Ina.
Mag ik Ina zeggen, mevrouw? Oh, natuurlijk, meneer Clayton. Danny. Ziezo, daar zijn we dan in Dover. Maar een half uur te laat, als het niet slecht was. Het is hier lang zo mistig niet als in Londen. Gelukkig niet. Pas voor de greet houden, alstublieft. Nou, zullen we maar gaan, meneer Clayton? Oké. Paspoort alstublieft. Paspoort de greet houden, alstublieft. Zijn de hutten ook besproken, Paul? Ja, natuurlijk. Kom maar. Ja, dit is een afdeling die ik niet heb kunnen voorzien, Ina. Bent u niet zo'n beste zeeman, meneer Danny, bedoel ik. Nou, ik mag niet pochen, hoor, maar het zal wel meevallen, hoop ik. Het duurt meestal niet langer dan een kleine 2 uur. Oh, nou komt het zo lang uit de hout. Hallo, meneer Vlaanderen. Hey. Bent u er ook weer eens? Ja. Goedemiddag, mevrouw Vlaanderen. Middag, buiten. Hebt u een hut, meneer? Ja, eens kijken, hut B. Mooi, deze kant uit, meneer. Mooi. Zal het wel een rustige overtocht worden, Percy? Oh, ja, ik denk het wel, mevrouw. Nou, waar enthousiast klinkt het niet, hè? Nee. Waar ben jij geweest, Paul? Even op de brug. Oh, daar staat een behoorlijke wind, zeg. Maar de mist is opgetrokken. Oh, gelukkig maar. Voelen jullie niet voor een loopje aan dek? Nee, nee. Ik lig hier goed, dank je. Als je er geen bezwaar tegen hebt, dan blijf ik liever horizontaal. En jij, Ina? Ja, ik voel er wel wat voor. Heb jij niks nodig, Danny? Nee, gaan jullie maar. We maken het niet lang, hoor. Nee, amuseer je. Oei, er zat een behoorlijke deining. Ja. Ik hoop dat Clayton het niet al te kwaad zal krijgen. Als dat het geval is, blijft u toch immers liever alleen. Ja, dat is wel zo, ja. Moet je goed, Ina? Geloof het wel, ja. Vind je niet liever terug naar de hut? Nee, maar ik dacht zo dat een drankje me geen kwaad zou doen. Goed idee. De baar is deze kant uit. Oh, liefje, hij begint te slingeren. Ja, neem me maar een arm. Zo. Ja. Paul? Ja? Zag je die man dat de trap afgaan? Man? Nee. Ik zou er een eet op durven doen dat het Lonsdale was. Waar is Lonsdale? Ja. We kunnen in ieder geval even naar beneden gaan en een kijkje nemen. De baar is toch die kant uit. Nee. Geen spoor van Lonsdale, Nina. Nee. Ik zal me vergist hebben. Ja, jij vergist je toch gewoonlijk niet. Dit mankeert gelukkig niet zijn gezichtsvermogen. Ja, het is wel zomer. Ja, nou moet ik het toch mis hebben. Ja. Oh, Paul, die baar is stampvol. Ja, rustig maar. Ik vind wel een plekje. Hier, een cognacje. Zeg, Paul, het begint er lelijk uit te zien buiten. Hoe lang duurt het nog, denk je? Oh, nog maar een klein half uurtje. Kijk, Paul, daar is Danny. Is hij toch maar gekomen? Sapristini, ziet er niet altijd best uit, zeg. Hij komt hierheen. Hij ziet er nou uit of hij de schrik van zijn leven gehad heeft. Hé, hey, dag. Zijn jullie daar? Moeilijkheden? Nee. Nee, ik had behoefte aan wat frisse lucht, maar toen ik aan dek kwam, begon die boot ineens te slingeren. En, hey, knap zo wel weer op, hoor. Ja. Man, lief, wat een druk hier, zeg. Ik kom nooit bij die bar. Paul, probeer jij een drankje voor hem te krijgen. Ja, goed, ik ga al. Ga jij maar even zitten. Ja, het gaat alweer in Vlaanderen. Het gaat alweer. Maak je echt geen zorgen om mij, hoor. Ik ben zo weer oké. Ik ben direct, hoor. Het spijt me, Ina, dat ik me zo heb aangesteld. Oh, ik weet precies hoe je je nou voelt. Ik herinner me nog goed toen ik met Paul naar Amerika geweest ben. Toen was de boot ineens... Nou ja, dat is een ander verhaal. Wat gebeurt er als we in Calais zijn? Dan
Vanavond stappen we op de trein, dat is alles. Die staat klaar, vlak naast de aanlegplaats. Oh, denk je dat ik dan nog de tijd zal hebben om moeder Aard een zoen te geven? Dat denk ik wel, ja. Ja, hier is de trein. Mooi. Kijk, de bagage gaat al door het couperaan naar binnen. Oh. Hoe voel jij je nou, Danny? Oh. Nou, ik van die schuithof ben, voel ik me weer best. De boer is voor elkaar, meneer Vlaanderen. Die bagage ligt in uw coupé op de plaats. Mooi, dank het, joh. Wacht, alsjeblieft. Dank u beleefd, meneer. De bediende vangt u wel op. Goeie reis, meneer. Merci. Ja, hier is het. Compartiment D. Ja. Bonsoir, monsieur. Mag ik even uw plaatsbewijs en paspoort, alsjeblieft? Kijk eens. Merci. Merci, monsieur. Deze kant uit, alsjeblieft. Compartimenten 19 en 20. Zeg, houdt hij die paspoort? Ja, die krijgen we morgenochtend terug. Alsjeblieft, monsieur. Twee beds nummer 19 en enkel nummer 20. Mooi. Het diner is over ongeveer 11 uur. U hoort de bel wel. Maar er wordt toch 2 maal geserveerd? Oui, monsieur. Maar de tweede zitting is vol, geloof ik. Ja. Het is druk vanavond, hè? Stamvol, monsieur. Alle bedden zijn besproken. Komt door de mist in Engeland, begrijpt u? Dan hoffen we het begrijpen. Het ziet er overigens niet onplezierig uit. Wat gaat er nog gebeuren, Vlaanderen? Over een half uur aan tafel? Ja, een half uur ongeveer. Zodra we klaar zijn, kloppen we je wel, Danny. Ja. Hij ziet er toch een beetje betrokken uit, hè? Inderdaad, ja. En ik ben er helemaal niet zeker van dat het alleen door die overtocht kwam. Wat bedoel je? Weet je nog dat toen we de boot afgingen, ik nog even naar de hut ben teruggegaan? Ja. Je had je handschoenen laten liggen. Ja, dat was natuurlijk niet zo. Ik wou alleen de steward even hebben. Ik wou uitvissen of er iemand Danny had opgezocht terwijl wij dat dekwandelingetje maakten. En? De steward zei me dat hij niemand gezien had. Maar toen ik die hut uit wilde gaan, zag ik een vodje papier in de prullenmand liggen. Oh. Je weet, ik ben nou eenmaal nieuwsgierig. En ditmaal niet ten onrechte. Het was een briefje. Iemand had het blijkbaar aan Danny laten afgeven. Clayton heeft het toen weggegooid. Wat staat er op de briefje? Hier. Lees zelf maar. Je zult er geen moeilijkheden mee hebben. Het is in blokletters geschreven. Wees voorzichtig, meneer Clayton. U bent te jong om te sterven. Een bericht voor Danny was de 3e aflevering van onze hoorspelserie Pauw Vlaanderen en het Milbourne Mysterie. Je hoorde Jan van Ees als Pauw Vlaanderen en Eva Janssen als Ina zijn vrouw. Verder Donald de Marcas, Huip Orizant, Jan Borkus, Rob Geraerts, Frans Somers, Joke Hagelen, Maarten Kaptein en Hans Garsenbarg. Technische realisatie Dick Blok en Henk van der Steeg. De regie had Dick van Putten. Pauw Vlaanderen en het Milbourne Mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 6 episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennink, regie Dick van Putten. Vierde episode, verandering van mening.
Ja, lees zelf maar. Je zult er geen moeilijkheden mee houden. Het is in blokletters geschreven. Wees voorzichtig, meneer Clayton. U bent te jong om te sterven. Wie denk je dat hem dat gestuurd heeft, Paul? Morris Lonsdale? Ja, dat kan zijn. Als het inderdaad Lonsdale geweest is die jij op het schip gezien hebt. Enfin, wie het ook gestuurd mag hebben. Danny heeft het volkomen ernstig opgenomen. Ja, en hij is er helemaal door van streek. Gelukkig. We rijden. Ziezo. Nou, even wat ruimte maken. Geef mij die koffer maar eens, Ina. Ja. Het was een uitstekend etentje, maar mensen, kinderen, wat heb ik in slaap. Waarom ga je niet alvast naar bed, Ina? Ja. Er is niet te veel ruimte in die coupé. En... Dat zal ik maar doen, ja. Slaap maar lekker, Ina. Tot morgen. Tot morgen. Goeiedag, Danny. Ze hebben ook al het gapen gemaakt, zeg. Hoe lang ben je nou al hier, meneer Clayton? Danny... Mijn vader was meneer Clayton. Maar wat bedoel je met hier wonen? In Europa? Ja. Nou, jaren 5. En waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik ben geboren in New York, maar mijn familie trok zo'n 20 jaar geleden naar Californië. En wonen je ouders daar nog altijd? Nee. Mijn ouders zijn dood. Ze zijn bij een brand omgekomen. Het flatgebouw brandde af tot aan de grond. Er zijn ook twee bekende filmsterren uit die tijd bij omgekomen. Die avond. Verschrikkelijk, hè? Ja, dat was het inderdaad, ja. Ik was toen bij een vriendje van me beneden in de onderste flat. Nou, we waren bij de weinigen die er zonder kleerscheur uitgekomen zijn. Ja, zeg, ik ben nog suffer dan Ina. Ik val om van de slaap. Nou, ga jij maar om vast. Ik betaal wel even eens. Zo, we zijn er. 19 en 20. Slaap lekker. Goeiedag. Hé. Hey. Wat? Waar is Ina? Ze is hier niet? Nou, ze zal... Oh, daar, kijk, daar komt ze net aan. Zo, mensen. Daar ben ik dan. Ik liep daar een Lonsdale tegen het lijf. Wat? We hebben even gepraat. Lonsdale? Is dat Morris Lonsdale? De broer van mevrouw Milbourne? Ja. Ken je hem? Kennen niet, nee. Maar, ik heb wel eens van hem gehoord. Hij is naar Genève gekomen toen zijn zware Carl Milbourne bij de doodongeluk werd gedood. Hij gaat nou naar St. Moritz. Een vriendin van hem heeft een lelijke val gedaan bij het skiën. Oh. Nou mensen, ik kruip onder de wol. Goeienacht samen. Goeienacht. Vertel eens van Lonsdale, Ina. Heeft hij ook gezegd wie die vriendin was die dat ski-ongeluk heeft gehad? Nee. Hij had het alleen over een vriendin van hem in St. Moritz die bij het skiën een ongeluk had gehad. Hij was nogal onderhoudend zo. Ik kon moeilijk zo ineens van hem weglopen. Zie je, heb je toch gelijk gehad. Het was Lonsdale die je aan boord gezien hebt. Ach ja, ik was er haast zeker van. Zeg, Paul. Huh? Vond jij ook niet dat Danny een beetje vreemd opkeek toen ik het over Lonsdale had? Ja, dat dacht ik ook, ja. Nou, kom Ina, je ziet er moe uit. Ik wacht wel even op de gang. Roep maar als je in bed ligt. Hè? Ja. En wees voorzichtig als je boven in het bed klimt. Wil jij soms liever boven slapen? Nee, dankjewel. Plaats nemen voor die tweede serie. Plaats nemen voor die tweede serie. Hallo, vader. Hey. Goedenavond, Lonsdale. Ik dacht wel dat ik tegen je op zou lopen. Ik heb al een praatje gemaakt met je vrouw. Dat zei ze, ja. Ik hoor dat je op weg bent naar St. Moritz. Ja, een vriendin van mij, juffrouw Sands, heeft een ski-ongeluk gehad. Vrienden Sands? Ja. Ach, natuurlijk. Ik had het over haar door de telefoon van de week. Arme ziel heeft haar been gebroken. Schijnt lelijk aangekomen te zijn. Zeg maar, de trein naar St. Moritz gaat toch over Zürich? Met overstappen in Coeur. Deze trein gaat naar Genève. Ja, dat weet ik. Maar ik heb nog iets te doen in Genève, zakelijk. Ik blijf er overnachten. En je excuseert me, de restauratiewagen zal wel stampvol lopen. Ja, laat ik je niet ophouden. Ik zie je morgenochtend nog wel.
Goeiedag. Goeiedag. Paul, ben je wakker? Huh? Hoe laat moeten we aankomen in Genève? 8:30 ongeveer. In Lausanne moeten we overstappen. Ik hoop dat de trein op tijd is. Dat hoop ik ook, ja. Ik heb een afspraak om 10:00. Een afspraak? In het hotel? Ja. Met een meneer Walter Neider van de politie in Genève. Een vriend van Sir Graham. Waarom moet je die meneer Neider spreken? Nou, onder andere om dat rapport in te zien over het ongeluk van Melbourne. Maar Paul, je kunt toch beter... Ja, liefje, ik ben moe. Laten we nog eens slapen, hè? Goed hoor. Slaap lekker. Ik hoop dat je het meent. Even. Ik ben zo terug, hoor. Roep maar als er iets is. Ja. Ben je daar, Clayton? Clayton, is er iets? Clayton. Wie is daar? Hier, Vlaanderen. Wat is er, Vlaanderen? Is alles in orde met je? Ja, ja. Helemaal oké, hoor. Was jij dat die we dan net hoorden kreunen? Ja. Ik gleed uit. Ik stoot op mijn hoofd. Kan ik wat voor je doen? Wat? Wat zeg je? Maak die deur open, Danny. Nee. Er is niks aan de hand, hoor. Maak je maar nergens bezorgd over. Goeienacht. Dus ik kan niet doen? Echt niet. Ik zie je morgen wel, aan het ontbijt. Ja, zoals je wilt dan. Goeienacht. Wat was er aan de hand, Paul? Nou, hij beweert dat hij uitgegleden en zijn hoofd ergens tegengestoten heeft. Dat is mogelijk natuurlijk. De trein schokte erg op dat moment. Heb je hem gezien? Nee, hij wou de deur niet openmaken. Maar Paul, daar straks hoorde ik ook stemmen. Het leek wel ruzie. Ik ben er zeker van dat ik de stem van Danny hoorde, maar... Wie de ander was, kon ik niet onderscheiden. Ik weet echt niet wat ik aan doen moet. Ik kan hem niet dwingen de deur open te doen als hij dat niet wil. Natuurlijk niet. Nou ja, afwachten dan maar tot morgenochtend. Ja. Jongen, wat ziet dat oog eruit, zeg. Doet het pijn? Wel nee. Het is niet zo erg. Wat is er eigenlijk precies gebeurd? Wel, ik kwam in bed stappen toen die trein een schok kreeg. Er viel een koffer op mijn kop. Die daar, dat is een hele vracht. Hoe is het met je vrouw, zeg? Goed geslapen? Oh, best ja. Zij is vooruit gegaan om te ontbijten. Kom jij ook? Nee, ik sla maar eens over vanochtend. De kelner brengt direct mijn koffie wel. Goed, dan zien we je straks wel, hè? Oh ja, waar logeer je in Genève? In Bellevue. Mooi. Ik maak een afspraak met Julia en dan bel ik je daar. Ze zal je wel vragen bij haar thuis te komen, vermoed ik zo. Afgesproken, Dan. En laat naar dat oog kijken. Dat ziet er niet de best uit, mijn jongen. Ja, komt wel goed, hoor. Het doet niet meer zo'n pijn als vannacht. Nou, we zien elkaar nog wel. Ja.
Ben je klaar met uitpakken, Ina? Bijna. Mooi. Heerlijk dat we deze kamer gekregen hebben. Hè? Oh, genot gewoon. Hoe vind je dat uitzicht op het meer? Ja, prachtig. Zodra ik met Naider gesproken heb, gaan we een wandeling maken. Ach ja? Die Naider zou ik helemaal vergeten. Hoe laat komt hij? Oh, hij kan ieder ogenblik hier zijn. Zeg, Paul. Ja? Vind jij niet dat Danny er een beetje, hoe zal ik dat nou zeggen, iets wat onbehagelijk uitzag vanmorgen? Kan het anders met zo'n oog? Nee, dat bedoel ik niet. Het kwam me voor dat hij je niet recht aan durfde kijken. Hij zag er een beetje verward uit, dacht ik. Ik weet wel wat je bedoelt, ja. Ik vroeg hem wat hij met jou had afgesproken. Toen zei hij wel dat hij jou direct zou opbellen als hij Julia Carrington gesproken had. Ja. Waarschijnlijk gaan we bij haar thuis op bezoek vanavond. Oh, ik ben reuze benieuwd. Ik heb al zoveel gehoord van Julia Carrington. Ik hoop voor jou dat er niets zal tegenvallen. Je weet hoe die filmdiva's zijn, hè? Oh, zou dat Naider zijn? Ja. Hallo, meneer Naider. Kom erin. Ah, meneer Vlaanderen. Prettig u weer eens terug te zien. Ik hoop dat u een goede reis hebt gehad. Dank u, uitstekend. U kent mijn vrouw nog niet, geloof ik? Nee, ik had nog niet het genoegen. Hoewel, ik heb Sir Graham meermalen met groot respect over u horen spreken, mevrouw. Sir Graham en ik zijn oude vrienden. Een paar dagen geleden heb ik hem nog gesproken. Hij ziet er fantastisch uit voor zijn leeftijd. Blij dat te horen. Meneer Vlaanderen, Sir Graham vertelde me door de telefoon dat u geïnteresseerd bent in dat Milburn-ongeluk. Hij dacht dat ik u misschien met een of ander van dienst zou kunnen zijn. Dat is zo, ja. Zegt u me op wat ik voor u doen kan. Ik zou graag uw visie hebben op dat ongeval. Wat is er precies gebeurd? Oh, het is vrij simpel. Carl Milburn is blijkbaar van het trottoir afgestapt zonder uit te kijken en werd door een auto aangereden. Hij raakte met een voet in de fender. Noemt het niet zo? Fender? Bumper waarschijnlijk. Ah, juist, bumper. Dus hij kwam met zijn voet in de bumper en werd toen een flink stuk meegesleurd met zijn gezicht langs het plaveisel. Wat vreselijk. Ja, het was inderdaad een vreselijk ongeluk, mevrouw Vlaanderen. Het was, daar zijn we van overtuigd, niet de schuld van de chauffeur. Die gaat volkomen vrij uit. Hmm. Het verloop van dat ongeval lijkt me anders nogal merkwaardig. Waarom? Nou? En over de identiteit van het slachtoffer bestond geen enkele twijfel? Geen enkele. Zijn gezicht was praktisch vermorzeld. Maar hij droeg de kleren van Carl Milburn en hij had de brieven en officiële papieren bij zich. Ze hebben zijn identiteit zonder enige moeite kunnen vaststellen. Daar komt bij dat mevrouw Milburn en haar broer, de heer Lonsdale, die bij de identificatie tegenwoordig waren. Dat weet ik, ja. Maar mevrouw Milburn heeft sindsdien haar mening gewijzigd. Hoe bedoelt u dat? Gewijzigd? Ja, ze is er nu van overtuigd dat het niet haar man was die bij het ongeval om het leven kwam. Maar dat is gewoon belachelijk. Heeft ze ook uitgelegd waarom ze van mening veranderd is? Jazeker. Haar man zou een hoed hebben gekocht in een winkel in St. Moritz. Zijn oude hoed werd opgestuurd naar zijn adres in Londen. In de binnenrand van die hoed zat een briefje, geschreven in Milburns handschrift. 2 dagen na het ongeluk. En wat stond er in dat briefje? Ja, kort gezegd, maak je niet bezorgd, alles komt in orde, zoek later contact met je. Yes, ja. Ja, nou begrijp ik uw komst naar Zwitserland. U wilt waarschijnlijk sinds morgen gaan om daar de mensen in de hoedenwinkel te ondervragen. Eventueel wel, ja. Maar ik heb nog een andere reden om hier te zijn, meneer Naider. Julia Carrington wil me spreken. Wat kan dat voor zijn? Toch niet in verband met de Milburn-affaire? Nee, het is iets heel anders. Kent u Julia Carrington, meneer Naider? Oh, iedereen kent hem, mevrouw. Zoals die bepaalde vriendin van me, als u dat zo bedoelt. Maar in feite heb ik hem maar 1 keer ontmoet. Ze had ze nogal erg afgezonderd aan de buitenwereld, weet u. Wanneer hebt u haar voor het laatst gezien? Dat was de 5 januari. Juist. Hoe weet u die datum zo precies? Oh, dat was de verjaardag van mijn vrouw. Dat was ook de dag na het ongeluk. Ja, dat was het ook. Merkwaardig eigenlijk. Ja, dat had ik me nog helemaal niet gerealiseerd. Ik heb mijn vrouw toen meegenomen naar een restaurant in de buurt van VV. Die Julia Carrington, die zat toen aan het tafeltje naast mij. Ze was in gezelschap van haar secretaris, Danny Clayton. Ze waren allebei nogal in feestelijke stemming, net of er iets prettigs gevierd werd. Misschien was zij ook wel jarig? Misschien wel, ja. Vertel het, meneer Naider. Zeg de naam Richard Randolph u iets? Richard Randolph? Nee, ik geloof niet. Hij is romanschrijver. Hij heeft pas een boek geschreven onder de titel Te jong om te sterven. Het schijnt dat het de volgende maand uitkomt. Ik heb van hem nog van het boek ooit gehoord. Hmm,
Nou ja, hij doet er ook eigenlijk niet toe. Het is niet zo belangrijk. Werkelijk niet. En neemt u me niet kwalijk, maar dat geloof ik niet. Anders zou u mij die naam niet genoemd hebben. U hebt mijn nieuwsgierigheid wakker gemaakt, waarde heer. Ja, hoe dan ook, hier hebt u mijn kaartje. En als u denkt dat ik u ergens mee van dienst zou kunnen zijn, bel me dan direct of kom bij mij op het bureau, wanneer u maar weet. Bedankt. Misschien krijgt u hier nog wel eens spijt van. U zou nog wel eens kunnen denken, ik wou dat ik die vent nooit gezien had. Iedere vriend van Sir Graham is een vriend van mij, meneer Vlaanderen. Mevrouw, ik hoop dat we elkaar nog eens zullen ontmoeten. Dat hoop ik ook, meneer Naylor. Ik loop even met u mee. Ik ben zo terug, kindje. Hallo? Dina? Ja, met wie? Met Danny Clayton. Oh, hallo. Daar. Kan ik je man even hebben, Ina? Hij is op het ogenblik niet hier. Oh. Ja. Zeg hem dan maar dat ik met Julia gesproken heb en dat ze het prettig zou vinden als jullie samen vanavond naar haar huis wilden komen. Om 6 uur ongeveer. Dan pik ik jullie op in het hotel om 5:30. Goed, dan wachten we hier wel op. Afgesproken. Tot vanavond. Dag, Ina. Dag, Danny. Dit is de zaak waar ik je van verteld heb, Bina. Oh, ik begon al zo langzamerhand aan te wanhopen of ze wat bestond. Je wordt toch wandelen? Dit is geen wandelen meer. Dit is een horde loop. Stil nou maar. Nou, vertel op wat wil je drinken. Ik heb dorst. Iets fris en veel gin en... En tonic? Of lemon? Nee, tonic graag. Ik moet zeggen, het is hier wel gezellig, hè? Wat zei jij nou? Zijn we hier al meer geweest? Ja, herinner je niet? Nee. Een jaar of 4 geleden. Dat is ook een uitstekend restaurant bij. We kunnen hier lunchen als je wilt. Dat wil ik. In ieder geval doe ik geen stap meer. Dat is een uitstekend voor je lijn. Ja. Mijn hemel. Kijk eens wie daar binnenkomt. Vince Langham? Wel, wel, wel. Wij leven toch maar in een klein wereldje, hè? Hallo, Paul. Leuk jullie te zien. Hallo, Ina. Dag, Vince. Wat doe jij in Genève? Er worden in Zwitserland toch geen films gemaakt, wel? Nee, hier zijn ze verstandiger. Wanneer ga je naar de Julia Carrington? Zodra ik je zag, zei ik tot mezelf, ja hoor. Daar hebben we er tenminste eentje die weet waarvoor ik hier ben. Ik heb een afspraak met haar voor morgenochtend. Werkelijk? Ja. Ik heb haar opgebeld zodra ik aankwam. En ik had het geluk de beroemde diva zelf aan de telefoon te krijgen. Ik moet zeggen dat ze heel vriendelijk was toen ik haar belde. Heel wat anders dan die kleine gluiper, die Danny Clayton. Nee, ze heeft een 30 minuten voor me uitgetrokken morgenochtend. En denk je haar in een 30 minuten het idee van een comeback aan te smeren? Als ik het zover kan krijgen dat ze het boek leest, jazeker. Is dat te jong om te sterven? Ja. Heb je het gelezen? Nee. Een fantastisch boek. En een droom van een rol voor Julia. Huh? Daar is in ieder geval geen twijfel aan. En heb je nog een ander exemplaar gekregen? Een ander exemplaar? Wat bedoel je? Ja, je zei me door de telefoon dat jouw exemplaar gestolen was. Ach, ja, nee. Ik heb me toen vergist. Ik had het in de la van mijn kastje naast mijn bed. Nee, ik heb het teruggevonden, hoor. Nou, hoe zit het? Drinken jullie niet? Ik was juist op weg om wat te halen. Wat moet jij hebben? Laat mij dat nou doen. Nee, geen sprake van. Nou, doe het, zeg op. Nou, een droge sherry dan. Goed, een droge sherry en een gin tonic. Wanneer ben je hier aangekomen? Vanmorgen. Ja, met de trein. Ik kon niet vliegen vanwege de mist. Als die Miss Carrington besluit om na al die tijd weer te gaan filmen, hoe noemen jullie dat, als ze een comeback krijgt, wanneer begin je dan te filmen, Vince? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Er moet eerst een draaiboek van gemaakt worden en dat neemt zeker een 6 maanden. Je bent er blijkbaar wel helemaal van vervuld, geloof ik niet. Het is een fantastisch verhaal. Waar gaat het eigenlijk om? Wat voor geschiedenis is het precies? Oh ja, je kent dat wel. Een eenvoudig stadsmeisje dat een Hollywoodster wordt. Mm-hmm. Ze raakte de drank verslaafd en zo. En nou, op een nacht als... Oh, wacht eens. Paul heeft me nodig, geloof ik. Ja, help eens even, Vince. Ja, daar ben ik al. Nou, ik had afgesproken dat ik meneer en mevrouw Vlaanderen om 5:30 zou komen afhalen. Tja, het spijt me, meneer. Ik heb geprobeerd meneer zijn kamer te bellen, maar ik kreeg geen antwoord. Vervelend is dat nou toch... Ik heb mijn wagen hier voor het hotel geparkeerd staan. Ik kan dat ding toch... Ja, misschien kunt u...
Ach, daar is meneer al. Spijt dat we je niet te wachten. Oh, mijn schuld, Danny. Ik zat te schrijven in de lounge en Paul wist niet waar ik was. Oké. Zijn we dan zover? Ja, wij wel. Kom, mensen. Laten we dan gaan. Dit is toch niet de hoofdweg, wel? Nee. Dit weggetje is korter en snijdt een heel stuk af. Het is toch vrij gevaarlijk zo vlak langs het meer. Oh, maak je niet bezorgd, mensen. Ik ken die weg als mijn binnenzak. Ik heb hem al 1000 maal gereden, denk ik. Was Miss Carrington niet geschrokken toen ze je zo zag? Ah, geschrokken? Hoezo? Nou, dat oog, hè? En die bui. Oh, dat? Ja. Nou, ze begreep eerst niet hoe dat was gebeurd. Hoewel, het ziet er al veel beter uit dan het gedaan heeft, wat? Oh, zeker. Hoe was het met Miss Carrington toen je haar terugzag? Oh, merkwaardig opgewekt. Hoe oud is ze eigenlijk, Danny? Ah, dan hebben we de $1000 vraag. Ja. In mijn wie wat waar staat dat ze 46 is. Ja? Nou, met alle respect voor je wie wat waar, maar ik geloof niet dat ze helemaal juist is. Ik schat dat ze 52 is. Maar ze ziet er in elk geval uit als 38. Oh, ik ben op weg om die vrouw te haten. Ja, we zijn er. Hier is de ingang. Dat is geen huis. Dat is een landgoed. Met dit licht krijg je er geen goede indruk van, Nina. Maar het is in ieder geval prachtig gelegen. Ja, het is wel iets, hè? Mm-hmm. Nou, ze heeft een mooie verzameling antiek. Prachtige schilderijen. Ze heeft er een fortuin aan besteed. Zo. Gaat het, Nina? Mooi. Ja. Deze kant maar op. Julia zit voor het diner meestal in de serre. Prachtige trap. Daar zijn we dan, Julia. Hier hebben we dan mevrouw en meneer Vlaanderen. Wat prettig u te ontmoeten. Ik heb al zoveel van u gehoord, meneer Vlaanderen. Goeie berichten, hoop ik, mevrouw. Niets dan goede berichten. Oh, ja. Het is me heus een werkelijk genoeg om... Oh, geef mij uw mantel, mevrouw Vlaanderen. Nee, ik ben er al. Dank je. U had nogal een rumoerige reis, hoor ik. Oh, het had erger gekund. Danny denkt er niet zo over, wel, Danny? Huh? In het vervolg je koffers beter opbergen. Die slaapwagens hier lijken toch nergens op, hè? Bij ons in Amerika Ja, dat kennen we al. Geen excuses verder, Danny. Wat wilt u drinken, mevrouw Vlaanderen? Misschien wilt u liever eerst het huis eens zien... terwijl uw man en ik even een praatje maken. Danny? Kom maar mee, Ina. Ik laat je alles wel bekijken. Ja, graag. Tot straks dan. Zo, ga gaan. Zo dan, meneer Vlaanderen. Ik moet u zeggen, ik ben u een bekentenis schuldig. En ik weet eigenlijk niet hoe ik zal beginnen. Een bekentenis? Ja. Ik heb Danny naar Londen gestuurd om met u te spreken. Zoals de zaken nu staan, was het eigenlijk onnodig. En voor zover ik het van de heer Clayton begrepen heb... had u zacht uitgedrukt onaangename brieven ontvangen. Chantagebrieven, meen ik. Dat is waar, ja. Oh, maar Danny wil nog wel eens overdrijven. En de zaken dikwijls zwarter zien dan ze zijn. En dat heeft me ongerust gemaakt. Maar meneer Vlaanderen, ik zal u natuurlijk uw honorarium gewoon betalen. En uw onkosten... Miss Carrington, de financiële kant van deze zaak interesseert me niet in de eerste plaats. En ik maak me daar ook helemaal niet bezorgd over. Wat ik alleen graag wil weten is waar u zich bezorgd over maakte. En waarom u besloot om mij te raadplegen. Nu dan. Ik heb verschillende brieven ontvangen. En inderdaad zeer onaangename brieven. Natuurlijk maakte ik me daar ongerust over. En ik wist echt niet hoe ik daarmee aan moest. Maar gistermorgen, volkomen toevallig... kwam ik tot de ontdekking dat de brieven geschreven moesten zijn... door iemand die wel eens voor mij gewerkt heeft. Enfin, ik dreigde hem met de politie... waarop hij direct naar me toe is gekomen... en zijn verontschuldiging heeft aangeboden. Was dat alles? Ja, ik vrees van wel. Het spijt me ontzettend, meneer Vlaanderen. Ik voel me hoogst schuldig... u en uw charmante vrouw helemaal hierheen gesleept te hebben...
U hoeft zich helemaal niet schuldig te voelen, Miss Carrington. We waren toch van plan om naar Zwitserland te gaan. Oh, daar ben ik blij om. Dat is een hele opluchting voor me. Ik vond het ellendig dat ik u helemaal uit Londen hierheen had laten komen en blijkbaar voor niets. Nee, ik was eigenlijk op weg naar St. Moritz om daar informatie in te winnen over een zekere Karel Milbourne. U zult al van hem gehoord hebben, denk ik. Milbourne? Ja, hij is omgekomen bij dat auto-ongeluk. Natuurlijk, dat herinner ik me heel goed. Ik heb daar iets over gelezen. Een uitgever, niet? Een Engelsman? Ja. Heb ik het goed dat hij u een bezoek heeft gebracht voordat het ongeluk gebeurde? Hij is hier wel geweest, ja, maar ik heb hem niet gesproken. De stakker dacht dat ik bezig was mijn memoires te schrijven. Oh, als u wist wat een tijd en last het me bezorgd heeft om die praatjes de kop in te drukken. Het is dus helemaal niet waar. Oh, nee. En toch, kranten en uitgevers blijven me op de meest hinderlijke manier lastigvallen. Ook filmmensen? Ja, die zijn het ergste. Die zijn werkelijk het allerergste. Maar waarom ontvangt u die dan wel? Wat bedoelt u? Ik ontvang ze nooit. Niemand. Danny vangt al die ellende voor me op. En gebeurt dat ook met Vince Langham morgenochtend? Vince Langham? Wie is Vince Langham? Filmregisseur, een vriend van me. Ik heb begrepen dat hij morgenochtend persoonlijk met u een afspraak heeft. Heeft Danny u dat verteld? Nee, Langham. Hij vertelde me vanmiddag dat hij u had opgebeld en dat u erin had toegestemd hem te ontvangen. Hij wou met u spreken over de jongen te sterven. Maar dat is volslagen nonsens. Ik heb er geen jaren met een filmregisseur gesproken. Te jong om te sterven? Wat is dat, een toneelstuk? Het is een boek. Ik heb er nooit van gehoord. En ik heb ook nooit gehoord van een filmregisseur Vince Langham of hoe die dan ook heten mag. Vince Langham, ja. Het spijt me dat dit bezoek maar tijdverspilling was, Vlaanderen. Ik maak je wel mijn excuses. Oh, dat was helemaal geen tijdverspilling. Pieker daar maar niet over, Danny. En kijk voor je op de weg. Het is vreselijk donker vanavond. Ja, maar het is alsof het in de buurt van het meer altijd erg donker is. Ik zei jullie al dat ik me nogal verbaasd had over Julia. Ik had dat gevoel direct toen ik vanochtend thuis kwam. Het kwam me toen voor of ze haar idee over jou, Paul, ineens gewijzigd had. Wat zei ze precies, Paul? Ze zei dat ze de chanteur in kwestie zelf ontdekt had. Het was blijkbaar een man die voor haar gewerkt had en dat hij zijn verontschuldigingen had aangeboden. Het klinkt voor mij nogal doorzichtig. Ja. Vertel eens, Danny. Ja? Heb jij die brieven gezien? Of heeft Julia je er alleen over gesproken? Nee, ze heeft me ze laten zien. Ah. Maar ik mocht ze niet lezen. Maar nou wat anders. We hadden toch geloof ik beter de hoofdweg kunnen nemen. Met die duisternis lijkt me het nogal riskant. Hoe lang woont ze al in Zwitserland, Danny? Oh, een jaar of vier, denk ik. Ja, ze heeft eerst een huis gekocht in Zuid-Frankrijk, maar toen heel gauw toen... Wat is het voor een licht? Rem af! Is dat een auto? Ja, een heel groot wagen. Rem toch! Voorzichtig, Danny! Danny. Ga naar de kant van de weg! Kijk uit! Kijk uit, we komen bij een brug! Je klemmer rijden, Danny! Paul, hij houdt het niet! Oh, die leuning! Paul, die leuning! Waar ben je, Ida? Hier, Paul. Achter je. Gaat het, Ida? Ja, waar is Danny? Ik weet niet. Met jou alles goed? Ja, ik kan de glooiing naar de wal zien. Het is maar een meter of zes. Waar is hij? Hij houdt zich nog aan de wagen vast. Zwem jij naar de wal, Ina. Ik haal hem wel. Naar de wal. Ja. Zo. Ja. Daar ben ik al, Danny. En, hou je vast. Blijf je vasthouden. Zo. Ik kan niet zwemmen. Nee. Ik wou naar jullie toe, Paul. Ja.
Rustig, Dan. Rustig. Er gebeurt nou niks meer. Ja. Laat je maar los. En niks doen. Niks doen, Dan. Nee, helemaal ontspannen. Ik ben ook nou achter je. Ja. Ja, los maar. Zo. Ik heb je hoofd vast. Zo. Nou, zwem ik op mijn rug naar de wal. Het is vlakbij. Ik trek je zo mee. En, dokter? U hoeft niet ongerust te zijn, meneer Vlaanderen. Uw vrouw mankeert niet. Ach nee, Paul, ik ben helemaal in orde. Mag ik opstaan, dokter? Oh, jazeker, als u wilt, mevrouw. Vertel eens, meneer Naider, hoe is dat ongeluk gebeurd? Ja, dat hebben we op het ogenblik in onderzoek, dokter. In ieder geval ben ik blij dat mevrouw Vlaanderen weer helemaal in orde is. Ik breng u even naar beneden. Oh, niet nodig. Ik heb nog een patiënt hier in het hotel op de 4e etage. Ik heb hier wat tabletjes voor u, mevrouw, voor het geval u vannacht niet slapen kunt. Oh, ja. Neem er eentje in voor u naar bed gaat. Oh, dank u, dokter. Goedenavond, dokter. En wel bedankt. Goedenavond, meneer Vlaanderen. Nou, vrienden, dat was een dubbeltje op zijn kant. Is Clayton door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht? Nee, hij kwam vrij vlug weer bij en stond erop om naar huis vervoerd te worden. Hoe is het met hem? Weet u dat ook? We hebben daar nog geen rapport over binnen. We hadden te druk om die andere wagen op te sporen. Maar ik zal wat later op de avond zijn huis opbellen en dan telefoneer ik u wel weer. Bedankt, meneer Naider. Bedankt vooral voor uw hulp. Het spijt ons dat we u al die last veroorzaakt hebben. Ah, nonsens. U bent toch vrienden van mij? Oh, excuseert u me even. Hallo? Met meneer Vlaanderen. Ja? Met Julia Carrington. Oh, ja, Miss Carrington. Ik maak me ongerust over u en uw vrouw, meneer Vlaanderen. Danny heeft me alles over dat ongeluk verteld. En ik vroeg me dus af of ik iets voor u zou kunnen doen. Nee, bij ons is alles in orde. Maar hoe is het met Danny? Dat gaat gelukkig al veel beter. Hij is u heel erg dankbaar, meneer Vlaanderen. Hij belt u zelf morgenochtend wel op om u nog eens extra te bedanken. Oh, ik ben blij dat hij weer zo ver hersteld is. Doe hem een groeten. Dat zal ik zeker doen. Meneer Vlaanderen, ik moet u zelf ook nog danken. Uit de grond van mijn hart. Ik weet werkelijk niet wat ik zonder Danny zou moeten beginnen. Oh ja, zo. Als u werkelijk zo dol op hem bent, kunt u mij een groot plezier doen, Miss Carrington. Ja? Zeg hem dat hij zwemlessen moet gaan nemen. Ik zal hem zelf les geven. Dag, Miss Carrington. Nou, ze schijnt inderdaad heel dankbaar te zijn. En dat wil wat zeggen voor Miss Carrington. Ja, dat is het zeker. En mag ik ook vragen waarom u haar vanavond dat bezoek bracht? En ze had haar secretaris die Danny Clayton gezegd dat ze me spreken wou in verband met dreigbrieven die ze had ontvangen. Chantage, meen ik. Chantage? Ja. Maar toen we eraan kwamen, vertelden ze me dat de man die haar gechanteerd had, was komen opdagen en haar zijn excuses had aangeboden. En zo was die zaak dus opgelost. Ja, allemaal heel vreemd als ik het zeg maar. Ja, ik denk er precies zo over. Voor mij is die miskraak toch maar een rare vogel. Nou, mevrouw Vlaanderen, ik wens u een aangename nachtrust. Ik ben blij dat u er zo goed bent afgekomen. Dank u, meneer Naider. Mocht er nog iets zijn waarmee ik u van dienst kan zijn, laat u het me dan even weten, ja? Dank u. Ik laat u even uit. We gaan morgen naar St. Moritz en we wonen in het Grison House Hotel. Mocht u contact met me willen opnemen... Hallo? Mevrouw Vlaanderen? Ja? Of blijft u hier van de lijn? Hier komt telefoon voor u. Wie is daar, Ina? Ik weet het niet. Ik heb net opgenomen. Ja, laat mij maar even. Ja, spreek u maar. Spreek ik met meneer Vlaanderen? Ja, met wie? Met Margaret Milbourne. Ah, waar bent u op het moment, mevrouw Milbourne? Van waar spreekt u? Ik ben in Genève. Ik ben vanmiddag aangekomen. Ik moet u dringend spreken, meneer Vlaanderen. Het is belangrijk. Heel belangrijk. Goed. Wat wilt u? Wilt u hierheen komen? Naar mijn hotel of... Nee, dat kan ik niet doen. Ik sta hier in een telefooncel. In een
Maurice. Ja, dat kan ik wel, ja. Dat is tegenover de kinderberg, niet? Ja, ja. Toen komt u hierheen, meneer Vlaanderen. Nu direct als u kunt. Goed, over een kwartier ben ik bij u. Wat een zaak, Paul. Ja. Ja, het is hier altijd erg druk en nogal gemalleerd publiek. Is het eigenlijk een restaurant of een nachtclub? Ik geloof dat ze dat hier zelf helemaal niet weten. Al met al zie ik daar nog tekens van mevrouw Middelboom. Ik vraag me af of ze wel... Daar staat ze. Oh ja, kom mee. Ik ben blij dat u komt komen. Heel vriendelijk van u. Gaat u zitten. Maakt u het goed, mevrouw Middelboom? Ja, ja, heel goed. Maar ik had het wel moeilijk vandaag. Hoe wist u waar wij logeerden? Ik wist dat u in Genève was. Dus ik heb alle grote hotels maar opgebeld. En... Meneer Vlaanderen, ik heb u toch verteld dat mijn man nog in leven was, niet? U zei dat u geloofde dat hij nog in leven was, ja. Nu dan, ik had gelijk. Hij is in leven. Hoe weet u dat hij nog in leven is, mevrouw? Ik heb hem gesproken. Verandering van mening was de vierde aflevering van Paul Vlaanderen en het Millbone Mysterie, geschreven door Francis Durbridge, vertaald door Johan Bennek en geregisseerd door Dick van Putten. Technische verzorging Dick Blok en Henk van der Steeg. Naast Jan van Ees en Eva Janssen als Paul Vlaanderen en Ina hoorde u Huip Oerizant, Fecia Rone, Jan Borkes, Rob Gieraerts, Hans Karsenbarg, Wiesje Bouwmeester, Willem Vaassen en Jos van Turenhout.